Hallo allemaal, ik ben Natasha en ik heb voor jullie een reading gedaan voor de zomer 2019. Ik heb daarvoor drie verschillende orakelkaartensets gebruikt. De drakenkaarten van Diana Cooper, de Avalonkaarten en de Angel Prayerskaarten van Carl Gray. Nu, de eerste kaart die naar voren kwam voor de zomer 2019... Dat was deze prachtige kaart van de diepe blauwe draak. Het is een heel erg beschermende energie, zoals het jullie kunnen zien. Bij de info stond erbij, deze diepe blauwe draken werken samen met de aartsengel Michael. Deze draken helpen negatieve energie zuiveren en transformeren. Aartsengel Michael gaat deze zomer weer heel erg actief zijn. En we kunnen hem altijd om hulp vragen. Als we bescherming en kracht en zo nodig hebben. De tweede kaart die naar voren kwam was de bij. De bij is, bij de info van deze kaart stond erbij, de bij is een symbool van geluk. Verwacht wonderen. Als je hard werkt en je dromen, krijg je een mooi resultaat. Het is een hele mooie boodschap voor ons voor de komende zomer. De derde kaart die naar voren kwam was de kaart van aartsengel Haniel. Aartsengel Haniel is een engel die erg verbonden is aan de energie van de maan. Dus het is blijkbaar ook wel belangrijk om deze zomer veel met de energie van de nieuwe maan en de volle maan samen te werken. Dit was mijn reading voor jullie voor de zomer 2019. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Het zijn weer prachtige energieën die aanwezig gaan zijn voor ons. Ik wens jullie allemaal nog heel erg veel liefs en tot de volgende keer.